Goedemorgen, dames en heren, vanuit de trein richting Den Haag. We zijn onderweg naar de minister om het onderwijsrapport van de Job Monitor aan te bieden met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. De Job Monitor, dat is een tevredenheidsonderzoek onder mbo's die om de twee jaar terugkomt. De Job Monitor 2010 uit 2012 vindt een geweldige start. De monitor is door ruim 215.000 mbo-studenten ingevuld. Het rapport van de Job Monitor 2012 aan je uitreiken. Alsjeblieft. Prachtig boekwerk. Geweldig hoeveelheid mensen die hebben mogen interviewen. En naar aanleiding van de Job Monitor hebben we in de afgelopen jaren heel wat zaken in werking gezet, aangepast, et cetera. Maar heel belangrijk is wel, en ik denk dat je daar een heel belangrijk punt hebt, het moet dan wel iets mee gebeuren. Het moet gebeuren op de scholen en daar moeten ook zaken die niet goed gaan aangepakt worden.